Elke buurt heeft zijn eigen smaak. Wat is de smaak van jouw buurt? We zijn hier in de Transvaalbuurt. Een buurt enorm in ontwikkeling en echt in positieve zin. Weet je, er wordt heel veel opgeknapt. Het is een hele diverse buurt met mensen van allerlei pluimage, oud, jong, verschillende culturele achtergronden. En ik zeg altijd, mijn maaltijden zijn eigenlijk net zo divers als de buurt hier. En ik denk ook dat ik me daarom hier zo thuis voel. De smaak van de buurt is, zoals ik al eerder zei, net zo divers als onze maaltijden. Vanavond staat er op het menu de langzaam gegaarde kip. Die is gegaard met verse tomaten, harissa en er zit ook een beetje chocola in, grappig genoeg. Maar dat geeft verdieping aan de smaak. En hier overheen zit een maïskorst. Voor de mensen die dus geen vlees willen eten, hebben we, zoals ik al zei, altijd de vegetarische variant. En dat is vandaag de cottage pie uit de moestuin. Een heleboel seizoensgroenten onder een dakje van aardappelpuree. We willen bijdragen aan een soort van bewustzijn. Wij spelen daarop in op een manier dat we eigenlijk een soort eten maken wat je thuis ook zou kunnen maken. En je krijgt het ook mee in stenen schalen, je doet het even in de oven, je zet het direct op tafel. Je kan bijna doen alsof je het zelf hebt gemaakt, alleen ik heb het voor je gedaan. We proberen ook met enige regelmaat vis op het menu te zetten. En zo proberen we zoveel mogelijk van onze klanten tevreden te maken en te houden. We laten ons heel erg inspireren door Otto Lengi. Jamie Oliver blijft ook altijd een hit. Yvette van Boven is een inspirerend iemand. Nou ja, en dan gaan we er vervolgens zelf een beetje mee aan de slag. Dus we testen alles voordat we het op het menu zetten. En dan kijken we inderdaad of het alle dagen lekker waardig is. Nou, de rol in de buurt is dat ik met heel veel lokale leveranciers hier samenwerk. Nou, te beginnen bij de buurman, dat is een hele goede visboer. Om de hoek zit de Asland Versmarkt, waar ik heel veel spullen haal. Naast dat we hier met lokale leveranciers werken, bezorgen we ook onze maaltijden. Dat doen we eigenlijk in heel Amsterdam. En het leuke daaraan is dat doen we op een custom-made elektrische wachtfiets. En ook een bijdrage aan de buurt is dat we heel erg bezig zijn met recycling, met zero waste. Dus je moet ook op tijd bestellen, want we koken op bestelling. We maken verse maaltijden en heerlijke soepen en sauzen in potten. Dus kom maar zelf kijken.